Hier bij het ISG doen we onderzoek naar de wereldwijde geschiedenis van arbeid. En helaas is de slavernij daarvan een belangrijk onderdeel. Het debat over de betekenis van slavernij voor de Nederlandse geschiedenis is enorm intens. Maar gek genoeg is de vraag hoeveel leverde slavernij economisch op, eigenlijk nooit in de volle breedte en vanuit grondig onderbouwd cijfermateriaal beantwoord. Daar brengt dit project verandering aan. En de conclusie staat dan ook. Aan het einde van de 18e eeuw waren op slavernij gebaseerde activiteiten in de Atlantische wereld van significant belang voor Nederland. Het onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste gaat over de slavenhandel. Het tweede gaat over de productie en de handel van de goederen die door slaven zijn gemaakt. Dus de suiker, de koffie en de tabak. En het derde gaat over de handel en de logistiek. Het onderzoeksteam bestond uit 7 mensen, van wie 3 onderzoekers fulltime 4 jaar lang aan dit onderzoek hebben gewerkt. Wij hebben 2 innovatieve methoden gebruikt. De eerste is dat we konden aanhaken bij de recentste berekeningen van de totaalgrootte van de Nederlandse economie, die zijn opgesteld door Jan Luiten van Zanden en Bas van Leeuw. Het voordeel daarvan is dat we ook voor het eerst konden zorgen dat de manieren waarop we de opbrengsten uit slavernij reconstrueerden op dezelfde manier tot stand zijn gekomen als de manier waarop dat nationaal het bruto binnenlands product is berekend. Door dat te doen voorkom je dat je appels met peren vergelijkt. De tweede belangrijke stap die we hebben gezet is dat alle berekeningen over de omvang van de economische kant van slavernij tot nu toe altijd gebaseerd waren op nauwkeurige cijfers over de slavenhandel. Maar slavenhandel is maar 1 klein aspectje van dat totale Atlantische complex, hoe gruwelijk ook. De belangrijkste opbrengsten van slavernij voor de Nederlandse economie zaten niet in de slavenhandel op zich, maar zaten in de handel, verwerking en doorvoer van de producten die door de slaven werden gemaakt in jarenlange gedwongen arbeid op de plantages. Suiker, koffie en tabak. Door die 2 gegevens te combineren wordt het mogelijk om te berekenen hoeveel procent van het bruto binnenlands product van Nederland aan het einde van de 18e eeuw gebaseerd was op slavernij. Maar om dat te doen is een enorme hoeveelheid ruwe data nodig. Die komt uit de bronnen. Plantageslavernij draaide om het produceren van producten zoals suiker en koffie. En het hele proces vanaf zeg maar, het kopen van tot slaafgemaakte arbeiders tot aan de consumptie van die suiker en koffie in Europa, dat is de productieketen. In die productieketen werd geld verdiend. En om te reconstrueren hoeveel geld werd verdiend, heb ik gekeken naar concrete bronnen van bedrijven die in die tijd werkzaam waren in die ketens. Dit is de boekhouding van een van plantage Vossenburg en dat was een suiker- en koffieplantage. Op deze pagina wordt bijgehouden welke slaven werden gekocht. En hier kan je zien, 1760 april, zoveel aangekocht van kapitein Nicolaas Beekman, hier aangekomen met het schip de Dolfijn, 8 mans en 5 wijven, negroes. En dan worden hun namen genoemd. Kijk, hier heb ik dan een bron van de suikerfabriek aan de Prinsengracht in Amsterdam. En dat was een suikerfabriek van de familie van Renselaar, wat een bekende Amsterdamse regentenfamilie is. En die kocht dan de suiker die uit Suriname kwam in en maakte daar suiker van. En als je die boekhoudingen dan met elkaar combineert, dan krijg je een goed beeld van wat er in die hele keten verdiend werd. Wat zijn onze belangrijkste conclusies? Voor het jaar 1770 berekenen we dat 5,2% van de Nederlandse economie op slavernij was gebaseerd. Voor Nederlands rijkste provincie, de provincie Holland, was dit zelfs 10,36%. Dat is heel erg veel. In vergelijking, vandaag de dag is het gewicht van de Rotterdamse haven en alle logistiek en dienstverlening daaromheen ongeveer 6% van het bruto binnenlands product. Het is ook niet zo vreemd dat slavernij zo belangrijk was. In de loop van de 18e eeuw zakken heel veel sectoren van de Nederlandse economie in of stagneren ze. Ondertussen steeg het gewicht van de Atlantische handel exponentieel. Wij hebben berekend dat in 1770 20% van alle goederen
die door de Nederlandse haven stroomde, geproduceerd werd op plantages onder Nederlandse controle of onder controle van andere Europese machten. In totaal was met deze enorme stroom goederen maar liefst 120.000 werkjaar aan gedwongen arbeid op de plantages gemoeid. De wisselwerking met maatschappelijke organisaties en het wetenschappelijke veld is iets wat je heel serieus moet organiseren. We hebben 3 belangrijke meetings gehad. En vooral de laatste meeting afgelopen maart was een zeer geanimeerde discussie met deelnemers vanuit het maatschappelijk veld en collega's uit het buitenland. I think that the question of slavery and colonialism is not just an academic question. It's an academic plus question. That means it demands, in my view, intense and rigorous scholarship, but it also demands a certain attention to the public. Here we have a group of, you know, the most, the people in the world who are most engaged with these issues, all sitting around a table for 12 hours debating your work, which is, I think, testifies to the fact that we all think that this is really, really important stuff. And you know, we gave a lot of feedback of how it possibly could be improved in the short term, but basically this is good and it's good to go. And but you should see it not so much as a conclusion of the debate, the scholarly debate, but at the very beginning of the scholarly debate. Wat betekent dat nou? In ieder geval dat op slavernij gebaseerde activiteiten een fundamenteel onderdeel vormde van die Nederlandse economie in de tweede helft van de 18e eeuw, dat een groot aantal activiteiten doorcijpelde. En zeker dat het niet marginaal was, zoals tot nu toe vaak is beweerd.